Welkom bij de HD Video Review van de DreamBox DM800 HD 2nd Edition, de opvolger van de welbekende DreamBox DM800 HD. Bij het uitpakken van deze DreamBox wordt direct duidelijk dat hij volledig vernieuwd is. Naast een aantal optische wijzigingen valt direct het iets grotere formaat op. Aan de voorzijde treffen we een standby knop, een klein color OLED display en een klepje aan. Achter het klepje dit keer niet één, maar twee kaartlezers. Aan de zijkant en aan de onderkant treffen we meer dan voldoende ventilatiegaten aan. Op de achterzijde een mini USB service aansluiting, eSATA voor het aansluiten van een externe harde schijf, de LNB aansluiting, HDMI, de aan- en uitschakelaar, SCART, de 100 megabit netwerk aansluiting, optische SPDIF uitgang, een modem waar je verder niet zo gek veel aan hebt, twee USB 2.0 aansluitingen en het aansluitpunt voor de externe netvoeding. Aan de bovenkant valt direct de zeer stille ventilator op. Links daarvan wordt de 2,5 inch harde schijf geplaatst en rechts vind je de verwisselbare tuner. Als afstandsbediening zet Dream Multimedia gelukkig wederom de bekende Omega remote in. Dit keer uitgevoerd met een mooie matzwarte finish. Verder in de doos een wel hele dunne gebruiksaanwijzing, de 3 ampère netvoeding, een zakje schroefjes en een verder in de meeste gevallen nutteloze SCART-adapter. Uiteraard wordt er ook een 1,80 meter lange HDMI-kabel en een netvoedingskabel bijgeleverd. Tot slot een setje batterijen waarmee je afstandsbediening het waarschijnlijk wel een jaartje uithoudt. Tot zover de inhoud van de verpakking. Als we dan de binnenkant gaan bekijken, wordt het pas echt interessant. De behuizing zit in tegenstelling tot zijn voorganger dit keer wel uitstekend in elkaar. Sterker nog, we hebben slechts zelden een beter ontwerp gezien. Waar het in de DM800 HD nog een ramp was om de harde schijf te plaatsen of om de tuner te wisselen, is dat in de 2nd Edition echt kinderspel. Er is echt goed nagedacht over het ontwerp. Met slechts enkele eenvoudige handelingen wissel je de tuner of plaats je een harddisk en de airflow is dankzij de aan de bovenzijde geplaatste ventilator optimaal. De 2nd Edition blijft dan ook heerlijk koel van binnen zonder dat de ventilator hoorbaar is. De box start verrassend vlot op en zept heerlijk snel, ook op de HD-zenders. De software is zoals we bij Enigma 2 gewend zijn overzichtelijk en vrij eenvoudig te bedienen. Zelfs de minder ervaren gebruiker kan met Enigma 2 best goed uit de voeten zonder dat de experts onder ons uitgebreidere functionaliteit hoeven missen. Ondanks het feit dat de 2nd Edition slechts een enkele tuner heeft, blijft het dankzij Enigma 2 mogelijk om een programma op te nemen en naar een andere zender op dezelfde transponder en polariteit te kijken, zoals ook hier gedemonstreerd wordt. In dit voorbeeld nemen we Nederland 1 HD op, terwijl we naar RTL 4 HD kijken en laten de opname van Nederland 1 afspelen, terwijl die opname feitelijk nog loopt. Een beetje afhankelijk van de transponder kan je nog naar 6 tot 9 zenders kijken terwijl je iets opneemt. We zijn extreem onder de indruk van de kwaliteit van deze 2nd Edition, maar vanwege de relatief hoge prijs waarderen we de 2nd Edition met 4 van de maximaal 5 sterren. Wij denken dat Dream Multimedia ons zal moeten blijven verrassen met innovatieve producten en betere prijzen om zo de oprukkende concurrentie voor te blijven. Kijk voor meer informatie en de geschreven review op zatvooral.com.